welkom bij Topnames. De gast is Paul Blok. We zijn niet alleen, jij bent de gast bij ons, maar wij zijn ook de gast bij jou. Want we zitten hier in de ruimte die jij de stadhuiskamer hebt, de stadhuiskamer hebt genoemd. De huiskamer, in ieder geval het beestentuig van jou is door iedereen iedere week te zien. En daar hoor ik ook meerdere mensen op. Dus dat is niet onopgevallen gegaan. Even over jou en over je werk. Wat doe je? Ik doe, eigenlijk doe ik drie dingen. En dat zijn, in eerste instantie probeer ik zo goed mogelijk bij te houden wat er zoal gebeurt. Hè? Technologie, media, dat soort zaken, maar ook consumentengedrag. Nou, dat doen wij ook. En dat doen we allemaal, precies. Maar vanaf daar maak ik de vertaling naar wat het voor organisaties betekent. Dus laten we zeggen hun strategie. En dat is het tweede. Het derde is die strategie, noem ik het dan maar eventjes, om dat ook echt daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Echt de uitvoering ervan. Dus boter bij de vis, mensen meekrijgen, dat soort. Je noemt het zelf verandermanagement, wat je doet. Dat betekent dat je met bedrijven werkt die al wat langer bestaan en die vinden dat ze moeten veranderen. Waarom moeten ze veranderen? Nou, in principe hoeft dat niet. Je moet alleen veranderen wat er moet en wat er kan. Ja. Dat is een mooi mantra. Bewijslast ligt altijd bij degene die zegt dat het veranderd moet worden. Maar goed, in deze tijd, hoe dan ook, moet je op een of andere manier meebewegen met dat consumentengedrag, met andere technologieën, met andere kanalen om met je consumenten te communiceren. Dus op een of andere manier gaat het altijd wel om veranderen. En dat hoeft niet per se de hele tent op zijn kop te zijn. Dat kunnen ook gewoon elementen zijn, dat kunnen afdelingen zijn. Geef eens voorbeelden. Nou ja, de geëikte voorbeelden, weet je, dus dat mensen vragen gaan stellen via social media. Nou ja, dat heeft betekend dat we naast het bellen ook via Twitter moesten gaan beantwoorden. Dat betekent dat de mensen die op een belafdeling zaten, callcenter, dat die op een andere manier moesten gaan werken. Dat betekent iets voor de systemen die je daarvoor nodig hebt. Dat betekent iets voor de competenties van de mensen. Soms ook gewoon andere mensen. Maar dat hoeft helemaal niet per se. Maar het gaat natuurlijk ook over kanalen, over verkopen. De slag naar e-commerce. Je hoeft helemaal geen puur player te zijn. Er zit altijd wel een factor internet in commercie. Bij overheden gaat het natuurlijk ook vooral om dienstverlening. Digitale dienstverlening. Dus al dat soort voorbeelden, die hebben een impact op de organisatie. En daar zit in mijn ogen het grootste probleem, bijna voor alle organisaties. Hè, dus dat er iets gebeurt, nou, dat weten ze wel. Doorvertalen naar wat dat betekent, zeg maar, voor de keuzes die ze moeten maken, dat lukt soms ook nog wel. Maar vooral dan de mensen meekrijgen, de structuur, de cultuur, de competenties, de ethiek die erbij komt, al dat soort factoren, dat is de echte uitdaging. Ja, en als je dan concreet maakt naar voor partijen met en voor wie jij gewerkt hebt, geef daar eens een voorbeeld van. Wat heb je daar gedaan? Landal Green Parks vind ik zelf een leuk voorbeeld. Ik heb een paar jaar geleden wat voor mogen doen. Die vroegen mij of ik ze wilde helpen om de webcare te verplaatsen van de e-commerce afdeling. Het was iets met internet, dus dan komt het altijd op zo'n soort afdeling komt het als eerste terecht. Maar om het van de e-commerce afdeling te verplaatsen naar de klantenservice, gastenservice, zoals het daar heet. En dat was eigenlijk een vrij overzichtelijke instrumentele vraag. Maar nou ja, ik heb wat gesprekken gevoerd met de commercieel directeur, met de marketingmanager, met allerlei mensen die ertoe doen. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat het maar een deel van de vraag was. Hè? Uiteindelijk hadden we gezegd van, nou ja, weet je, het gaat eigenlijk om social media als een totaal onderdeel te maken van alle marketingcommunicatie. Ja, en toen werd het pas spannend, want dat betekende natuurlijk iets voor die klantenservice. Maar heel veel organisatorische vraagstukken. Dus bijvoorbeeld, wat ga je doen met die 70 parken? Hè? Als er een vraag wordt gesteld of een klacht binnenkomt van park Hoogvaals, ver weg in Limburg. Dan komt dat binnen in Leidschendam op het hoofdkantoor. Want je wil niet dat op al die parken daar natuurlijk dan ook echt aparte afdelingjes zitten, maar dat komt centraal binnen. En soms kan het ook centraal afgehandeld worden. Hè. De vraag wordt gesteld, antwoord is wel bekend op het hoofdkantoor, maar soms ook niet. En wat er dan gebeurt, en dit is dus echt een organisatorische ingreep die ik heel tof vind, is, er wordt er dus achter de schermen gewoon gebeld met zo'n park van, joh, huisje 76, daar is het licht gekappeld, stuur er iemand op af. Dus op het moment dat iemand twittert, een paar minuten later belt er iemand aan, ding-dong, we komen je licht maken. Nou, er zit dus een heel organisatorisch apparaat achter, en dat klinkt ook weer heel groot, maar er is wel over nagedacht. Hoe zo'n instrumenteel
dingetje. Mm-hmm. Twitter en vragen via Twitter. Hoe je dat echt op een goede manier kunt oplossen achter de schermen. Ja, wat ik interessant vind. Jij zegt met nadruk van ik volg wat er gebeurt. Ik wil dan organisaties helpen om een strategie te maken. En dan met nadruk voeg je eraan toe. En dan ook boten bij de vis. Ja. Helpen te implementeren. Ja, dat gebeurt natuurlijk meestal gewoon niet. Heel vaak gebeurt dat niet. Hè? Consultants maken mooie rapporten en dan loopt de organisatie daarna tegen het probleem aan. Ja. Als je wel gaat implementeren, ik spreek ook een beetje uit mijn eigen ervaring hoor, is dat dan niet een heel groot probleem dat je toch die buitenstaander blijft die eigenlijk helemaal niks te zeggen heeft in zo'n organisatie? Je kunt daar wel rond gaan lopen en iedereen van alles en nog wat adviseren. Maar het feit dat je überhaupt binnen bent gehaald van buiten zegt natuurlijk ook wel iets over het draagvlak binnen zo'n organisatie. Zeker. En dan raak je meteen een belangrijke draagvlak. Of noodzaaksbeleving, welke woorden je eraan hangt. Daar gaat het natuurlijk om. Ja, dat is altijd het punt. Hè? Als je namelijk van binnen bent, je bent van een bepaalde afdeling, of het nou een communicatieafdeling, marketingafdeling of wat ook is, dan ben je om die reden verdacht, want dan heb je je eigen agenda. Hè? Dus als je zegt van, we zijn van, ik zeg maar wat, social media afdeling, en we moeten iets met social media, dat klinkt als wij van WC Eend adviseren WC Eend. Dus, weet je, dan ben je al verdacht. Ik kan van buiten kan ik een andere kracht ontwikkelen. Ik kan namelijk gewoon wel spiegels voorhouden en wat tegen schenen schoppen. Ik kan me professioneel naïef opstellen. Waarom? 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 Dat soort vragen kan ik natuurlijk gewoon wel stellen. Maar dat wat jij benoemt is natuurlijk wel terecht. Ik kan niet zeggen, we gaan nu rechtdoor of we gaan linksaf. Daarna kan je niet zeggen tegen die directeur van die marketingafdeling, nee. En nu gaan we het zo doen. Want... Maar daarom zeg ik ook, het veranderen, de bewijsvoering ligt altijd bij degene die wil veranderen. Als je geen goed verhaal hebt, dan gaat het niet gebeuren. Dus dat betekent ook dat ik, maar ook degene die mij binnenhalen of degene die ik gaandeweg tegenkom, dat die dus eerst een verdomd goed verhaal moeten hebben, waarom het dan ook anders moet. En niet omdat de concurrentie het doet of omdat wat voor andere slechte reden dan ook. Daar moet je eerst heel goed over nadenken. En dan kun je, hè, dat voorbeeld van Lando wat ik net gaf, weet je, dat is een bedrijf waar ze het wel snappen, waar ze gewoon ook oprecht die gasten centraal zetten. Een beetje cliché. Maar dat is natuurlijk lang niet overal zo. En, ja. Maar mijn positie is aan de ene kant een voordeel, omdat ik van buiten sta. En soms is dat ook heel erg lastig. Dus ik moet ook zorgen dat ik mensen mee krijg. Ja. Ja, je hebt tal van dingen gedaan, hè? Voor overheden, voor omroepen, ja. Andere partijen. Wat zijn de overeenkomsten in die trajecten? Nou, weet je... Je noemt dit travel, charity, echt van alles. En fabrikanten, daar lijkt inderdaad geen lijn in te zitten. Maar eigenlijk lijken ze allemaal heel erg op elkaar. Het zijn allemaal bestaande organisaties die op een of andere manier iets moeten met ontwikkelingen om zich heen. En dat is voor mij juist wel heel fijn dat ik in die verschillende werelden kom. Want ik kan, we hadden het net over Landal. Ik ben bij een overheidsorganisatie, bij een agentschap van drie overheden. Dat klinkt cryptisch, hè? Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom, om het concreet te maken. Hè? Dus Benelux zitten er allemaal in. En daar hebben we afgelopen jaar, wat we hebben genoemd, de verkorte Landalroute gedaan. Dus heel veel parallellen van wat ik bij Landal heb gedaan, gelden daar ook. En dat is ontzettend fijn, omdat je... dynamieken uit andere werelden naar binnen kunt halen. En dat helpt mij enorm. Hè? Structuren van Albert Heijn, waar ik heb gewerkt, die herken ik ook wel bij andere organisaties. Ontwikkelingen uit de muziekindustrie, die zie je natuurlijk ook gewoon een paar jaar later wel binnen andere bedrijven. En dat is het fijne. Nee, dat is absoluut een kracht natuurlijk. En tegelijkertijd zie je altijd, met name in dit specifieke voorbeeld, ik heb dat van relatief dichtbij ook zien gebeuren. Ja, het is eerst in de muziek allemaal gebeurd. En dan kan je als mensen uit de muziek tegen de film zeggen van joh, kijk eens wat er in de muziek gebeurt. En dan zeggen de mensen uit de film, ja, maar in de film gaat dat anders. Hè? Nou, als of als je dan de boeken erbij pakt, ja, maar weet je wel, een boek is geen plaat. Huh? Als het heel dichtbij is, ga je dat krijgen. Dus als ik tegen een gemeente zeg, joh, bij het ministerie ging het zo. Dan zit het zo dichtbij, dan zeg je, ja, maar dat is anders. Of als je tegen de ene fabrikant zegt, daar gaat het zo, zeg je, ja, maar onze omlooptijd is sneller. Maar juist als je groter afstand neemt,
Dat snapt iedereen. Dat is bij de overheid, weet je wel, die ketenverandering bij muziekindustrie. Ja, dat snappen ze wel. Ja, dat is ook suf, hebben ze ook zin. Weet je wel, dus dan is er zo'n afstand. Ja. Dan krijg je dat dus niet. Maar als je te dichtbij gaat zitten, dan krijg je inderdaad dit. Ja, bij ons is het anders. Maar zij zijn groot. Wij zitten in het westen, zij zitten in het oosten. Weet je, allemaal dat soort, dat soort dingen. Dus, maar, en nogmaals, dan is het juist fijn als je wat afstand hebt. Als je juist de voorbeelden... Kijk, het is ook geen trucje of zo. Van, ik ga je lekker vergelijken met het ander. Met een ander. Maar ik kan natuurlijk wel uit ervaring kan ik wel gewoon verhalen vertellen. En dan lijkt opeens. Ik zat laatst met een groep supermarktmanagers. En dan heb ik een case uit de zorg gepakt. En dan kun je daarover praten. En ja, daar vinden we iets van. Oké, dan kan je copy-paste naar binnen halen. Weet je wel? Dus dan heb je in een neutrale, afstandelijke situatie heb je daar naar gekeken. En als je daar naar binnen haalt, dan krijg je. Een fijn, ver, neutraal, ingestart inzicht. Ja. Hey, als we het verder terug gaan in jouw geschiedenis, heb jij aan de wieg gestaan van digitaal Albert Heijn? Dat ik zeg is, niet helemaal goed, maar zie ik aan je ogen. Ik vind dat je het wel goed zegt. Ja, ik ben blij dat je dat zegt. Nou ja, dat is overdreven, maar ik heb aan de wieg mogen schommelen, zeker. En ik ben... Ik heb 8 jaar voor Albert Heijn gewerkt, eigenlijk langer, maar ik heb mijn jaren in het distributiecentrum en orders voor winkels maakte ik even niet mee. 8 jaar hoofdkantoor en 5 jaar daarvan AH.nl gedaan. De ontwikkelingen die daar toen speelden was in de tijd dat Albert werd ontwikkeld. Hè. Er was Albert Heijn thuisservice, maar dat werd Albert. In die tijd een hele nieuwe AH.nl gemaakt met alle keuzes daarbij. Maar ook bijvoorbeeld, misschien dat je daar doelt, de ontwikkelingen in allerhande. En het AH-kookschrift, wat in ieder geval een community was. Het woord hebben we toen maar gebruikt. Ik heb daar samen met Fabriek opgetrokken. En samen met overigens mensen van onze IT-afdeling. En daar zat eigenlijk niet echt iemand op te wachten. Want we hadden natuurlijk tv en bonusboekje en allerhande. Weet je, dat internet, dat kwam wel. We hebben het over de begin van de 2000s. En dat kookschrift en de interactiviteit en de community en de user-generated content, allemaal woorden die we nu heel gewoon vinden, dat was eigenlijk heel nieuw. Maar dat hebben we daar inderdaad wel gedaan. Dus daar ben ik ook wel trots op, stiekem. Als je daar naar terugkijkt, klinkt een beetje alsof het belangrijkste punt, de belangrijkste aandacht van Albert Heijn lag sowieso op andere dingen. Mochten jullie daardoor, had je daardoor meer vrijheid om dit te doen? Of moest je meer je best doen om het belang ervan over het voetlicht te brengen? Ik denk dat het iets van vrijheid heeft gegeven wel. Kan geen kwaad daar in dat hoekje. Maar hij moest er wel hard voor werken. En ik heb daar ongelooflijk veel aan gehad, gewoon ook voor nu. Hè? Dus dat, we noemen het net al meteen verandermanagement. Dat heb ik daar natuurlijk ook moeten doen. En verandermanagement als in coalities sluiten en bondjes maken. En eerst die meekrijgen en dan die meekrijgen. We zaten toen met 2 man internet te trekken. We moeten ook niet vergeten, we hebben de tijd gehad dat het niet zo best ging met Albert Heijn. Dat 20% eruit moest. Hè? Dus we hadden eerst 3 man AH.nl. Nou, daar bleven er 2 van over. Dan moet je wel bondjes sluiten. En dan moet je ook wel met de mensen die verantwoordelijk zijn voor de andere communicatiemiddelen. Dus bonusboekje en allerlei. Moet je ook wel inderdaad samen gaan optrekken. Dat heb ik me toen helemaal niet gerealiseerd hoor. Maar het was voor een deel was natuurlijk ondernemerschap. Om te proberen die dingen zoals dat kookschrift voor elkaar te krijgen. Maar vooral ook veranderen. En pas later, en het is echt jaren later dat ik me realiseerde dat het behalve het inhoudelijke vooral ook zo'n organisatie meekrijgen is. Toen heb ik een postgraduate verandermanagement gedaan. En toen zag ik ook wel dat ik sommige dingen intuïtief wel goed deed, maar bij andere dingen intuïtief hoppakee zo de valkuilen in was gedoken, die ik toen helemaal niet herkende. Ja. Maar ja, nee, dat. Veel bedrijven worstelen met verandering, hebben het gevoel van er gebeurt heel erg veel, we moeten iets, niet iedereen weet onmiddellijk wat ze er al mee moeten. Soms wel weten ze niet hoe ze er iets mee moeten. Als je nou al die ervaringen van jou op een rijtje zet,
bedrijf wil veranderen. Wat zijn nu de belangrijkste succesfactoren als een bedrijf een andere richting in wil slaan, nieuwe technologie wil inzetten die niet natuurlijk bij het bedrijf past? Wat zijn de belangrijkste succesfactoren? Er zijn er een paar. Ik hanteer zelfs de 4 P's van ontmarketing. Waarom is ontmarketing belangrijk? Nou, ontmarketing is natuurlijk een beetje een gimmick woordje, maar het gaat vooral om dat als je... En marketing is ook niet per se het woord wat, als je het hebt over e-commerce, wat van toepassing is. Maar ik pak eventjes als een brede definitie. Waar het vooral niet om gaat, is nog meer inhoudelijke kennis. En nog meer inzet op kanalen. Of nog meer weten wat de nieuwste ontwikkelingen zijn. Het gaat juist om die andere dingen. En dat zijn die 4 P's. Het gaat om het maken van een goed plan. Hè? Dus een overtuigend plan met eenvoudige woordkeuze, met goed gevisualiseerde modellen, zodat mensen het ook snappen en ook zelfs leuk vinden om het te gaan bekijken. Dus dat is P van plan. Tweede is P van proces. En dat zijn de stappen eigenlijk in het veranderen. En daar kom ik zo nog wel even op terug, want daar gaat heel vaak fout. Daar worden heel vaak fouten gemaakt. P van politiek. Wie moet je eerst meekrijgen? Hoe moet je, als je aan het einde van de keten iets wil veranderen, hoe kom je daar dan? En politiek gaat in dit geval helemaal niet over achterbaksheid en dingen onder de gordel doen. Maar het gaat juist om op het juiste moment de mensen meekrijgen als smeerolie van de organisatie. En de laatste P gaat over... persoonlijkheid, dus je eigen rol daarin. En dat heeft ook weer te maken met die stappen in het proces van het veranderen. In het begin van een verandering heb je veel meer een persoonlijkheid van enthousiasmeren nodig. En van jonge schouders eronder. En moet je misschien ook mensen van buiten halen die de lat hoog kunnen leggen. Maar later in het proces moet je gewoon hakkenboem, weet je wel. Zo, dit hebben we afgesproken, dat gaan we doen. En daar speel je gewoon als jij verantwoordelijk bent voor een verandering. Of zoals ik van buiten kom, dan heb je daarmee te maken. Hè? Welke fase zit je? En bij dat proces... Bij het veranderproces, daar heb je een aantal fases. En waar het best wel vaak misgaat, is de eerste fase is een startfase. Dat is best logisch, hè? Startfase, beginnen we mee. Maar in die startfase gaat het over, wat Roeland net ook aankaart, over dat draagvlak, hè? En over noodzaak en noodzaaksbeleving. Je moet eerst zorgen dat mensen ook echt het gevoel hebben dat het nodig is om te gaan veranderen. Wat veel te vaak gebeurt, is dat er al... vanuit de fase 2, een ontwerpfase, al een plan ligt. Dat is door een paar mensen zo ontwikkeld. We hebben bedacht, zo gaan we het doen. En hoppakee, dat wordt dan de organisatie ingedaan. Terwijl, die hebben die eerste fase eigenlijk helemaal niet meegekregen. Die weten helemaal niet waarom het nou nodig is. En dan lijkt het soms een beetje op... Stel dat je vanavond thuis komt en je vrouw zegt... goed nieuws. Morgen komen de sterke mannen, dan komen de gevel eruit slaan en we krijgen een uitbouw en daar zal je wel blij mee zijn. Dan ga jij niet denken, dat is tof. Dan denk je eerst, wacht even, wat gaat dit kosten? En dat gaat dus van mijn tuin af en hebben we die ruimte nog wat? Weet je, dus ja. Dat gebeurt best wel vaak ook dat er door een select groepje iets wordt bedacht. Kan best heel goed doordacht plan zijn, maar hoppakee, dat wordt de organisatie ingegooid van nou, we gaan digitaal, we gaan veranderen. En weet je, de hele organisatie schiet in de stress, want die zijn niet meegenomen in die eerste fase. Nou, dat zijn wel inzichten die bij nu helpen. Ik ga wel zorgen dat we het stap voor stap doen. Eerst zorgen dat iedereen die noodzaak voelt. Hey, en als je daar, tenminste keer, wat ik heb dit soort dingen niet zo vaak meegemaakt, maar, en ook niet eens zozeer misschien echt een verandertraject, maar wat ik eigenlijk gemerkt heb, is dat toen ik bij de VPRO werkte, cultuur en van een bedrijf, dat is zo'n sterk iets. Weet je wel, dat is bijna niet te veranderen. Tenminste, ik ben daar vrij. Ik weet niet of het cynisch het juiste woord is, maar je moet je niet gewoon een ander bedrijf naast zetten als je echt iets anders wil? Zou kunnen. Dat gebeurt natuurlijk best wel vaak. Hè? Als je echt meters wil maken, is dat een goed idee. Of de light versie daarvan is dat je pilots gaat doen. Ja, pilots die mogen mislukken. Zijn ook, ja, ja, die mogen mislukken, maar die mislukken relatief weinig. Want er gaan namelijk de beste mensen op. En die hebben budget en die hebben de tijd ervoor enzovoorts. Dus dat is nog tragischer, dat pilots vaak wel lukken.
En dan gaan ze, hè, dan denk ik, oké, dat kunnen we dus. Nou, dan gaan we dat in de organisatie stoppen. Er zitten helemaal niet meer de beste mensen erop. En dan is de urgentie er vanaf en dan gaat het alsnog mis. Ja. Er zijn mensen die helemaal geen zin hebben om wat extra te moeten doen. Nee, ben je gek? Ja. Nee. Want eerst was het een mooi baantje voor de vooroplopers, de kwartiermakers. Dat is als het business usual is, is die urgentie eraf. Dus dat is het tragische. En dat kan natuurlijk ook zijn als je een organisatie ernaast zet, omdat vervolgens, als het lukt, je hebt iets neergezet om dat weer naar binnen te halen, dan loop je ook dat risico. Ja. Ik heb daar niet een heel algemeen beeld bij van wat het zou moeten zijn. Ik vind wel dat als je het binnen je organisatie kan doen, hè, en dat zal dan vaak wel lange adem zijn, maar ik denk als je die processtappen op een goede manier doet, kun je best wel wat bewegen, ook in cultuur. En ja. Je moet alleen wel heel goed bewust zijn van de mogelijke valkuilen die er zitten. Weet je, zo'n voorbeeld of zo'n cliché misschien wel, dat de grote baas moet het goede voorbeeld geven. Ja, weet je, komt er een andere baas, geeft niet het voorbeeld. Hoppen, dan zakt alles weer in. Ja, dat is misschien dan toch niet zo heel handig. Of mensen die verantwoordelijk zijn voor digital of voor social of voor wat ook. En nou, dan lukt alles wel. Nou, dan krijg je een nieuwe baan. Hoppen, dan zakt alles weer in. Ik denk dan, en het klinkt misschien wat botter dan ik bedoel, maar eigenlijk heb je dan ook je werk niet goed gedaan. Want je hebt dan wel, zolang jij er zat, heb je het allemaal draaiend gehouden, maar je hebt dus onvoldoende voor die cultuur. Ja. 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 Hey, als ik zo kijk wat je allemaal hebt gedaan en welke klanten je hebt geholpen, dat is een indrukwekkende lijst. Er zijn al een paar langsgekomen van omroepen, KRO, Omroep Brabant, ANWB, Albert Heijn, de HEMA, noem maar op. Het zijn wel allemaal relatief korte projecten, maar dat is eigen natuurlijk aan het werk wat je doet. Dus van soms 5 maanden, 6 maanden, soms een jaar, soms ietsje langer. Ja. En dan zie ik een paar dingen die je al heel lang doet. En daarbij, en wat me opviel was dat je bent betrokken bij het CBI. Dat is het Center for Promotion of Imports from Developing Countries. En daar help je MKB-bedrijven in ontwikkelingslanden. Ja. Die train je en die coach je. Ja. Dat doe je al een jaar of 7, 8. Ja. Ja. Hey, dat vind ik interessant. Ik zo, ook. Zo'n consultant. Ja, dat is een ontzettend kret in de pap. Nee, maar jij een beetje vluchtig van het ene bedrijf naar het andere. En dan nou, dat is ook vluchtig. Ligt hier een gedeelte van je passie? Nou, ja, sowieso. Maar het is misschien nog wel vluchtiger dan veel andere klanten. Want ik zal even kort toelichting geven wat het is. Ik mag dan... Dat CBI is een agentschap dat eerst viel onder buitenlandse zaken, tegenwoordig onder economische zaken. En die helpen MKB in ontwikkelingslanden met export, vanuit hun perspectief export, naar West-Europa. Daar komt het op neer. En ze krijgen ondersteuning op allerlei gebieden, op sustainability, op logistiek, op alles. Hè? Dus laten we zeggen een bloemenkweker ergens in Afrika. Moet ik neem aan dat je niet de consultancy-tarieven vraagt om naar Zambia te mogen? Nee, daar zijn gewoon standaard tarieven voor. Ja, precies. Ja. Het is wel betaald overigens hoor. Dus, maar zij krijgen dus op allerlei gebieden krijgen ze ondersteuning. En ik mag daar het stukje, samen met nog een paar andere vakbroeders, mag ik online marketing geven. En ik ben daar, vind ik zelf, helemaal niet de superspecialist in. Maar ik heb wel een vrij breed beeld van online marketing. Dus daar kan ik ze prima mee helpen. En wat het idee is, ze krijgen 2 dagen training. Zodat ze allemaal gewoon een goede basiskennis hebben. En daarna gaan we individueel met die mensen om tafel zitten. Beetje zoals wij zitten. En dan kijken we naar, nou ja, waar sta je met je website, met je social media, met hoe word je gevonden. En dan gaan we daarna nog in een aantal Skype-sessies gaan we ze verder helpen. En in feite is dat ook vluchtig, want in zo'n traject is na een half jaar ongeveer... Tuurlijk, ook weer, maar goed, dan ga je daarna... Doe je ja, dan ga ik weer naar een ander land. Ja, dus ik kom in die zin wel op fantastische plekken, moet ik zeggen. Ja, ik ben dol op Amsterdam, maar als je dan toch naar Tanzania of naar Madagaskar of naar Colombia mag, is dat helemaal geen straf. Zijn er andere dingen die voor jou een rode draad vormen in wat je doet? Want wij doen allemaal klussen, althans zoals we hier aan tafel zitten op dit moment. Allemaal klussen. Maar het is soms ook wel, jammer om niet ergens bij te horen. Hè, bij een soort vind ik ook. Ja. Wat is de rode draad of waar hou jij je aan vast als je zo al die klussen achter elkaar doet? Nou, het zijn 2 dingen. Want het punt van jammer ergens niet bij te horen. Ik heb een jaar of 10 of zo in loondienst gezeten. Dat Albert Heijn, 8 jaar. En ik heb nu ongeveer 10 jaar heb ik dan van de zijlijn gedaan.
En soms denk ik, dan kijk ik naar mensen die werken ergens. Dus weet je wel, dan doe je gewoon lekker je ding en dan een dag later. Maar zo bedoelde ik het niet, hoor. Makkelijk. Nee, precies, maar dat is het eerste. Maar, ja. En een volgend moment denk ik... Ik denk namelijk helemaal niet dat het makkelijk is. Maar... Nee, dat denk ik ook. Want dat denk ik de volgende dag weer. Denk, wat fijn dat ik al die verschillende leuke toffe dingen mag doen. En dat ik het zelf in de hand heb enzovoorts. Dus dat... maar goed, dat was het eerste deel. De rode draad is vooral dat, dat doorpakken op... Op strategie, op ideeën, op plannen maken. Dat echt daadwerkelijk voor elkaar maken. Weet je, strategie, het is een beetje een rekbaar woord natuurlijk. Voor mij is dat vooral een goed onderbouwd plan maken, wat je ook kunt uitvoeren. En dat is eigenlijk bij alles wat ik doe, is dat echt altijd de essentie. En dat is dus ook gewoon echt heel operationeel en heel klein, tot echt op, bij wijze van spreken, tot op tweetniveau of op postniveau gewoon doordenken wat de consequenties zijn van wat je daar hoog over hebt bedacht in de boardroom. En dat doet ze wel de rode draad. En dat vind ik eigenlijk stiekem ook heel erg leuk om de grote bekken ook daadwerkelijk waar te maken. Overigens, dat was bij Albert Heijn ook al. Ik heb lang genoeg, wat ik net zei, bij A.nl heb ik lang genoeg gezeten om de keuzes die ik maakte in de tijd dat we... dat Albert werd ontwikkeld, dat de nieuwe AH.nl werd gemaakt, keuzes gemaakt. Maar de jaren daarna zat ik er ook nog. Dus ik heb ook wel dingen gebackfired gekregen, weet je, keuzes. Waarvan ik dacht dat het hele slimme keuzes waren. Dat was dus helemaal niet zo. En dat is onwijs leerzaam. Maar daar heb ik denk ik ook wel van geleerd dat het doordenken van plannen naar daadwerkelijke uitvoering... dat A, de essentie natuurlijk is, maar B, stiekem eigenlijk ook gewoon heel leuk. Terwijl, en dat is helemaal geen waardeoordeel, maar ik heb het ook het idee dat sommigen dat helemaal niet leuk vinden. Die vinden het vooral leuk om hoog over strategie en dan, weet je, en dan weer door. Ja. Hey, je zei eerder dat toen jij werkte bij AH.nl, je met aanvankelijk drie en later twee mensen. Dat zat, om over een beeld te geven, heb jij een idee hoeveel mensen daar nu zitten? Nu? Om en nabij? Nee, en... Het is natuurlijk ook... Het gaat niet alleen maar om de website. Het gaat over apps en dat je wel CRM. Dat is allemaal zo. Het is geïntegreerd in het hele bedrijf. Je kan het eigenlijk niet meer lostrekken. Nee. Maar dat er meer FTE's aan iets met digital zitten... Dat staat... Nee, eigenlijk weet ik het niet. En ik kom er ook niet meer over de vloer. Ik ken er nog wel wat mensen. Maar nee, dus dat, ik denk ook dat die vergelijking inderdaad niet te maken is. En we rond? Ja. Leuk, mooi. Ja. Ja. Nou, absoluut. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ik zit ook nog even te kijken. Dus als je weet het, jij was ietsje later, daardoor sta je niet op de foto van bij Guido van Nispen. Maar kijk even op Flickr bij Guido van Nispen. Je is er een auto bij ons voor de deur, joh. Ja, de vorige, onze vorige gast, Peter van der Schaar, die was met zijn auto en die ging even laten zien dat zijn Tesla... Zelf kon rijden. Ja. Dus maar het is een prachtige foto die ervan gemaakt heeft. Zijn er foto, geen filmpjes van? Nee, en ik heb het zelf niet eens gezien, want ik bleef gewoon binnen zitten. Ik heb niet zoveel met auto's. Als ze dan zelf gaan rijden, dan geloof ik eigenlijk wel. Dus ik heb het ook niet gezien, maar de foto vind ik prachtig. Ja, dus nou ja, kijk eens op Flickr bij Guido van Nispen en je ziet wekelijks welke foto's die maakt. En jij bent hier vaker, dus dat komt een volgende keer dan wel goed. Bedankt voor het kijken. Voor nu, je weet dat al onze uitzendingen via fastmovingtargets.nl en via YouTube te volgen zijn. Dat een deel ervan ook op sites als Marketing Facts geplaatst wordt. En je weet inmiddels ook dat Streamzilla ervoor zorgt dat je live kan meekijken iedere week naar deze uitzending. Dat 2ML zorgt voor de hosting van de site. En dat Bier & Co. de partij is die zorgt dat wij iedere week lekkere biertjes hebben. En we zeggen het ook als ze niet lekker zijn. Stekel, jij bent echt de lakmoesproef van het bier. Ja, nee, heerlijk. Maar het komt niet vaak voor. Hè? Dit is Christoffel, Christoffel W. IPA. Ja, milde, droge, hopte Weissen IPA. Nee, echt een heerlijk biertje. Een heerlijk biertje. De Bier & Co. Goed. Dank jullie wel. Ja.